Als je laagintensief sport tijdens zwangerschap... en je bent dat ook gewend, dat dat weinig risico's voor je kindje oplevert... sterker nog, dat bij topsporters het zelfs lijkt... Hè, dat ze hun lichaam gaan aanpassen aan de zwangerschapscondities... en dat ze er zelfs nog wat beter uitkomen. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over veilig sporten tijdens je zwangerschap en kraamtijd, volgens gynaecoloog Koen Deurlo. Steeds meer vrouwelijke atleten willen hun sportcarrière met moederschap combineren. Neem de zwangere Ellen van Dijk, die op de Spelen in Parijs gewoon weer wil knallen. Hoe denkt Ellen dat te gaan doen? En hoe kun jij het slimste blijven trainen tijdens je zwangerschap en na de bevalling? We vragen het aan gynaecoloog en fanatiek duursporter Koen Deurlo. Voordat we beginnen. Nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Het ja. is weer tijd voor een aflevering. En inmiddels kunnen we weer zeggen: uh, specifiek voor het uh, vrouwelijke deel van onze luisteraars. In ieder geval het deel van onze luisteraars wat zwanger kan worden. Ben jij wel zwanger geweest? Goeie vraag, Gerrit. Uh, <laughs> uh, niet dat ik weet. Nee, nee. nee. Dus uh, het is een beetje uh, ingewikkeld, ongemakkelijk voor ons. Maar ja, dat zwanger al... ben je toch samen? Ja, ja, dat is waar. Nou, in die zin wel. Pas maar op met wat je zegt. Het wordt een beetje op eieren lopen, wellicht ja. voor ons als mannen in deze aflevering. Uh, we hebben er al een gehad over menstruatie. Daar zijn we volgens mij goed doorheen gekomen. Dus ik denk dat dit ons ook gaat lukken. Maar we zeiden meteen: we moeten dat niet zelf gaan doen. We hebben daar een echte goede expert bij nodig. En het leuke was, wij kregen van een aantal mensen, maar ook specifiek van één iemand een bericht op ons Instagram account die zei: "Hey, ik luister graag naar de Slimme Presteren podcast. Ik heb nog wel een suggestie voor ja. een onderwerp." Bij mij in de spreekkamer, en dat is al een beetje een hint, heb ik wel eens uh, dames. En die zijn zwanger. En die hebben allemaal vragen over wat ze wel en niet moeten doen. Bijvoorbeeld over uh, hoe lang kunnen ze veilig doorsporten. Welke intensiteit moet je sporten? Zijn er risico's voor zwangere vrouwen? En wanneer mag ik weer sporten na mijn zwangerschap? Kunnen jullie daar een aflevering over maken? Nou, die persoon was Koen <laughs> Durlo. En die is gynaecoloog in het uh, diokonessenhuis ja. in Utrecht. Waarop ik vrij snel zei, nou Koen, wie is hier nou de gynaecoloog? Ga je weg? Dus uh, zullen we dat dan niet gewoon met jou maken? Oh, nou ja, leuk. zeg maar één ding. Dan moet je wel ook even de boeken in. We willen ook wel wat wetenschappelijke referenties. Nou, die heeft hij voorbereid. En hoe meer ik me verdiept in Koen, is ook wel echt een hele leuke ja, en goede gast hiervoor, zeker. toch? Los van het feit, Dirk Knessenhuis, mijn drie kinderen zijn ter wereld ah. gebracht door een, uh, een ex-collega, denk ik, van... Uh, Misschien Koen Misschien heb je wel een heel leuk, uh, heel leuk link, linkje met en Koen. En ze, ze doen het alle drie hartstikke goed. Ze zijn ja, het is gelukt. Al, uh, 23 jaar geleden de eerste, maar... Uh, Voordat ja. we hem erbij halen op onze virtuele koffie nog even een paar dingen. Wat moet je weten over Koen? Hij is een van de experts bij het blad Ouders van Nu. Uh, waarin hij meestal het wetenschappelijke perspectief uh, inbrengt. Hij is veel te horen bij diverse influencers, Zo heet ja. dat toch? Influencers, zoals uh, hij noemt dan zelf Nina Pearson. Wat ik nog nooit van gehoord, maar misschien ja. de vrouwelijke luisteraars wel. En nu komt hij. En nu ik. zijn echte toffe nou tenminste bijzondere claim te fame is dat hij uh, tussen neus limpen zei ja ik heb ook mijn eigen keizersnee ontwikkeld waarbij de moeder het kind zelf uit de buik haalt kortom en hij doet dus ook een duursport. Is vriend van de show van de slim presteren podcast wie beter dan bij ons te hebben Koen Durlo Koen goedemorgen Goedemorgen Koen <laughs> Goedemorgen hey, wat, dat is een intro, introductie <laughs> Is er iets aan gelogen uh, nee. Mee, nee, nee. Nee, het is wel heel positief. Dan mag ik dus, uh, dan meteen toch even uitleggen over die, die keizersnee? Want het... Voordat we het gaan ja. hebben over ja, Een keizersnee, waarbij de moeder zelf haar kind mee uit de buik haalt. Klopt. Kun je ja. dat kort uitleggen hoe dat uh, werkt en waarom je op het Ja, waarom idee kwam? heb je dat ontwikkeld? Nou, ik heb dat ontwikkeld eigenlijk op verzoek van een zwangere zelf. die een hele traumatische bevalling had meegemaakt. en met het idee bij mij uh, kwam. Want ik denk dat het me heel erg zal helpen als ik gewoon veel meer mee mag doen met een keizersnede. Mm -hmm. En toen heb ik met mijn team in het uh, diak, uh, ja, met een pop en wat, wat mensen, hebben we gewoon geprobeerd hoe kun je mensen goed laten meedoen. En toen hebben we bedacht, je kan eigenlijk wel zelf de baby uit de buik uh, tillen. Ik help natuurlijk wel een beetje. Ja, jullie staan er maar... omheen, neem ik aan, met het team aan professor. <laughs> ja, we blijven er wel omheen staan. En dan mogen ze zelf uh, de baby uit de buik tillen. En dat is de dan ben jij ook de eerste die het kindje aanraakt bij de keizersnede. En je kan hem gelijk huid op huid uh, op de borst leggen. En dat is juist voor die vrouwen hè, die gewoon een hele nare bevalling hebben gehad of andere reden trauma, is dat gewoon een hele fijne ervaring. Nou, ja, nou, nou. Uh, ja, dan ga ik toch terug naar uh, hoe ik dat inderdaad en mijn vrouw ervaren. Weet ik nog, ja, dat was natuurlijk 23 jaar geleden dan, maar. Dan was er inderdaad een, gewoon een gordijn, kan ik me herinneren. En achter dat gordijn ja. werd ineens een kind getoverd van uh, Tada, hier, ja. is, uh, hier is ze. Ja. Ja. Dus ik vind het uh, ja, nee, uh, nooit bij stilgestaan, zo kan het natuurlijk ook maar Zo kan het uh, ook. Ja. Goed. Ja. Maar we gaan het hebben over sporten en zwangerschap. Want dat is uh, om het toch een beetje af te baken. Ja. En niet een soort random koffiepraat over uh, zwangerschap en keizersnees te hebben. Um, een hoop vragen zei ik al in de, in de intro. Um, Koen, vanuit jouw ervaring als gynaecoloog, wa, 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 waar loop jij veel tegen aan? Wat, wat, wat zijn de belangrijkste vragen die jij hoort? Uh, nou, de meeste vragen die ik hoor zitten in het herstel van vrouwen. Dus die zijn uh, vaak bevallen hè? of per keizersnede. En vragen, ja, wanneer kan ik nou weer uh, gaan sporten? En hoe snel en met welke intensiteit? Ja. Hè? En kom ik weer op mijn, op mijn oude niveau? En de tweede vraag is een beetje, ja, ik wil eigenlijk zo lang mogelijk doorsporten. Uh, hoe, hoe kan ik dat veilig doen? Waar moet ik op letten? En wat zijn de risico's voor mij? Maar vooral, ja, wat zijn de risico's voor mijn vriendje, voor mijn baby? En dat zijn vooral recreatieve sporters. Hebben je ook af en toe nog echt fanatiekere uh, richting topsporters zelfs? Uh, nee, nee uh, we hebben niet veel topsporters die. Uh, ja, ik vind het ook lastig om daar iets over te zeggen, natuurlijk, vanuit het uh, overwegen. Ja. Maar het merendeel is uh, recreatie of. Uh, beetje slimmer presteren doelgroep hè, uh, diek, uh, fanatieke recreant. Ja, precies Nou, dat nou hebben zo. wij in ons netwerk wel wat topsporters. Aflevering 99 spraken wij met uh, Benjamin, de man van mm -hmm. Ellen van Dijk. Ja. En als je het uh, anno 2023 over uh, zwangerschap en topsport hebt, dan uh, is ze uitgebreid in maart 2023 in de media gekomen. Ellen van Dijk is zwanger, zet haar wielercarrière een jaartje op pauze en uh, heeft ook al de ambitie uitgesproken om inderdaad in Parijs nog een keer meedoen aan de Olympische Spelen. En het leuke nieuws is, ik had de kans om een uh, uh, paar dagen geleden even met Ellen te bellen. Over uh, hoe het haar nu vergaat. En alle vragen rondom sport en zwangerschap. Zullen we eerst even luisteren? Doen we. Doe ja. Ellen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat leuk dat je even tijd voor ons maakt uh, voor de podcast over sporten en zwangerschap. En als je... Ja. Het e 2023 denkt aan sport en zwangerschap. Dan denk je aan Ellen van Dijk. Want, ja, leuk dat jullie hier een aflevering over maken. Ja, ja, wij zijn hartstikke benieuwd. Jij bent op het moment dat wij elkaar nu spreken halverwege. Als ik het ja. goed begrepen heb. Um, ik, ik wil eens van je horen hoe, hoe je op dit moment met sporten omgaat. Hoe je wellicht al plannen hebt. Uh, hoe je teruggaat richting je doel op de Olympische Spelen in 2024. Maar laten we even bij het begin beginnen. Zwanger raken, we konden lezen in de pers, dat was op een gegeven moment echt wel een soort plan. Je had contractonderhandelingen en je zei, ik, ga, ik wil ook een gezin stichten. Maar in de aflevering met wereld Wielink over menstruatie leerden wij dat veel vrouwen in de topsport soms ook zich uit hun cyclus trainen. En ik moest opeens denken, goh, één, had jij je cyclus, Slash, moest jij je trainingen aan gaan passen om zwanger te kunnen worden überhaupt? Hoe ging dat bij jou? Ja, nou dat is inderdaad al een proces geweest. Um, kijk, die kinderwensen die hadden Benjamin en ik al. Um, maar goed, en ik heb dat toen ook bij de ploeg aangegeven: van ik wil heel graag blijven fietsen, maar we hebben ook die kinderwens. Ja. En tegelijkertijd ook bijgezegd: uh, ja, maar ik weet niet of, of het überhaupt lukt, hoe lang het zou duren. En uh, ja, dat is, het is natuurlijk niet een, uh, iets wat je kunt plannen. Zo werkt het gewoon niet. Nee, je, uh, je kan plannen dat je het wil en dat je ervoor open staat. Ja, maar of het dan lukt ja. en wanneer het dan lukt, ja, precies. Ja, nee, en ik was daar wel ook wel heel onzeker over, omdat uh, ja, ik had wel jarenlang uh, een mirena spiraal Oh ja. um, dus dan had ik eigenlijk sowieso geen cyclus daardoor. Maar voordat ik die spiraal had, had ik eigenlijk ook al zelden een cyclus. Ja. Um, en ik heb die spiraal ook afgelopen jaren, halverwege het jaar, al laten verwijderen. Uh, om te kijken of mijn cyclus dan wel op gang zou komen. En uh, ja, dat was niet zo. Um, dus ja, eigenlijk tot, um, ja, wat was het, uh, ja, tot het einde van het seizoen uh, had ik sowieso geen cyclus. En in het verleden was het wel vaak zo dat als ik dan uh, rust nam na het seizoen, dat ik dan één of twee keer weer een cyclus terugkreeg. Ja. Omdat ja, dan toch mijn lichaam daar weer uh, weer goed op reageerde. Um, dus ik had een goede hoop op van, nou, als ik nou echt goed rust neem na het seizoen en in ieder geval een maand mijn fiets niet aanraak, dan uh, ja, wellicht komt, uh, komt de cyclus dan weer op gang. Maar helaas, ook dat gebeurde niet. Oh, dus, joh. Uh, ja, dus dat, dus dat zit je natuurlijk wel steeds te wachten van oh, uh, komt het weer, komt het weer. Ja. Maar goed, het is, uh, ja, die topsport is toch hardnekk hardnekkig in ieder geval voor het lichaam. Ja. Uh, en daarnaast uh, hoor ik ook van veel andere vrouwen hoor, dat die geen regelmatige cyclus hebben. Dus het is niet alleen maar met topsport. Maar dat is wel een, 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 een lastigere factor erin. Ja. ja, en dat verklaart dan misschien ook dat we wat we toen ook in de pers lazen, dat je echt zei, ik sla een jaar over. Je trok echt een jaar ervoor uit, Dus eerst om die rust op te bouwen en dan hopelijk zwanger te worden en dan zwanger. Te zijn en een kind op de wereld te zetten. Ja, mm, yeah, nou, ik had niet per se gezegd dat ik een jaar over zou slaan. Um want ja, we wilden het heel graag, uh, ja. maar als het niet zou lukken, dan zou ik wel gewoon dit seizoen. Uh, ah, dan zou je wel doorfietsen. Ja, 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 precies. Ja, ja. ja nee, dus, dus wow, dat was. Wel, wat een uh, druk, hé? Ja, dat was ook best wel, ja. Dat je denkt, uh, ja, als, we willen wel het liefst ook nog zwanger worden voordat het seizoen Ja, het dat zou dingen wel makkelijker maken, ja. Ja, dus ja, het is best wel een, een enorm proces. Um, maar achteraf kijkend uh, valt het eigenlijk ook wel in mee. Want ik ben toen uh, naar de huisarts gegaan. En uh, ja, toen mocht ik meteen naar de gynaecoloog. Dat is niet altijd zo. Want meestal zeggen ze wel, nou kijk het maar een ja, jaartje aan. Probeer het aan. eerst maar eens een tijdje, ja. 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 Um, en ja, daar, daar heb ik uh, ja, de diagnose... WHO1 gekregen, als ik het goed zeg. Uh, dat is PCOS. Het zijn wat lastige termen. Nou, dat kan een hoop afkortingen. Ja, precies, uh, de kan Koen eventueel wat duiden. Ja. Ja, um, ja, dat komt iets minder vaak voor. Je hebt PCOS 1 en PCOS 2. En PCOS 1, dat komt wat minder vaak voor. Dat is uh, nou, bijvoorbeeld bij uh, ja, mensen die anorexia hebben. Nou, ja. daar, daar heb ik geen, geen uh, last nee, van. Nee, precies. Maar we leerden uh, toen van Merel dat het wel dus daardoor kan komen. Hè? Dat je een, 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 een sinds verstoorde energiebalans hebben of een lage energiebalans en dat daardoor de ja. cyclus verstoord raakt. Ja. ja, en veel stress op het lichaam ja. altijd altijd bezig om te herstellen. En ja, uh, wat ik ervan begreep, uh, maar dat moet ook de gynaecoloog maar zeggen. Um, ja, uh, zeg maar, is je, is je lichaam in een soort overlevingsstand en en heeft het geen energie over. Om nog uh, aan voortplanting te denken op dat moment. Of, of ja, om die hormonen ja, goed uh, op peil te hebben. Ja. Dus uh, nou ja, in ieder geval, toen heb ik een, uh, een medicijn gekregen, dat heette LutreLeg. Ja. En um, ja, dat medicijn dat zorgde er eigenlijk voor dat. Uh, mijn hypofyse weer werd uh, wakker geschud van hallo, <laughs> je moet ook de geslachtswonen weer aanmaken. Ja. En uh, ja, de cyclus weer op gang brengen. Ja. Uh, um, nou, en dat, ja, dat duurde een maandje toen hadden we de doosjes nog niet uh, correct. Um, en de tweede maand wel. Ja, en toen is het eigenlijk ook meteen gelukt. Zo. Dus uh, ja, dat was wel echt heel fijn. Ja. ja, maar dat heeft zeker dus nogal wat voeten in de aarde. En uh, ook dus, uh, een, een stukje medisch traject. Nou, en dan gelukkig uh, lukt het vrij snel. Uh, ja. En dan ben je opeens een uh, intensief sportende vrouw die zwanger is geworden. Ja, dat, is, dat zeg je leuk, ja. Want inderdaad, ik had nog wel een beetje identiteitscrisis in het begin. <laughs> wat ben ik nu? Ben ik zwanger? Ben ik nog vol sporter? Wat, ja, wat, ja. Uh, ja, dat is best nog wel eens lastig. En nog steeds wel eens, hoor. Want, uh, ja, ik ja. Wil het, en en niet je alleen. Mag. Je bent ook een... Uh, want Daar refereerde ik net al aan. Je hebt in, in ieder geval in de media staat... dat jij na de zwangerschap aan de bak wil... om in Parijs 2024 nog wat recht te zetten op de Olympische Spelen. Dus ik neem ja. aan dat je niet in één keer zegt, zo, ik ben zwanger. Ik stop ermee. Hoe, hoe, hoe ben jij doorgegaan met sporten? Wat heb je aangepast? Ja, nou, in het begin eigenlijk zo min mogelijk. Uh, dacht ik gewoon, nou ja, in het begin dan, dan ben je ook, ja, dan heb je nog geen buik. En er uh, zijn er wel flink, hier, er wel flink wat hormonen door je lichaam. Maar ja, uh, ja ik dacht, zolang ik me goed voel, uh, ja, probeer ik zoveel mogelijk te doen. Ja. Nou, dat ging best aardig, maar ik kwam mezelf ook wel regelmatig tegen. Dat ik, wat gebeurde ja, er dan? In, uh, Waar liep je tegenaan? Nou, het herstel is langzamer. Dus als ik dan wat intensiefs wilde doen, dan, dan merkte ik echt dat ik daar de volgende dag heel veel last van had. Terwijl ik normaal gesproken dat, dat soort dingen makkelijk aan kan. Ja, herstel van langere training duurde langer. Ja, en als ik dan achter, een paar dagen achter elkaar net, net wat te veel over de, over de grens ga, dan, uh, ja, dan merk ik dat ik soms echt uh, twee, drie dagen echt moet bijkomen. Ja. Dus ja, die balans daarin die is nog belangrijker dan normaal. En ik ben even nieuwsgierig, uh, als, als, we hebben het veel over herstel. Als topsporter, doe je dat dan puur op gevoel? Of meet jij dan ook bijvoorbeeld je HRV? Of hoe kon jij zo goed weten dat je herstel niet optimaal was? Ja, ik, uh, nou, ik gebruik inderdaad uh, ook mijn, ja, een roep voor, voor mijn slaap en mijn HRV en mijn rust. Ja, precies. Dus je zag het gewoon in de data. Ja, maar ik, ik vind gevoel wel belangrijker, want soms zegt de data wel van, oh, je bent vandaag uitgerust, maar dan kom ik amper mijn bed uit, nou, dan weet ik wel dat het, dat het nog niet Heel, Precies In dat scenario handen. is het makkelijk, andersom is het vaak vervelender, toch? Als de data zegt, doe eens rustig aan en je voelt je nog prima. Ja, dan negeer ik de data gewoon. <laughs> ja. Ja, ja, precies, nee, dus je doet het, het eigenlijk eigen gewoon in. op gevoel, ja. Ja, eigenlijk wel. Maar ja. ik vind het toch altijd wel interessant om te zien uh, ja, wat die data zegt. En ja, ik heb toch regelmatig dat die WOOP een dagje voor of achter loopt. Dus bijvoorbeeld na een rustdag, dan ja. kan mijn uh, HRV juist heel laag zijn. Terwijl ik me eigenlijk wel prima voel. En soms op de dag dat ik me heel moe, van, heel moe voel, kan die nog best hoog zijn. Terwijl ja, ik dan eigenlijk denk, ja, dus dat, uh, is, dat klopt niet altijd met mijn gevoel. Helder. Dus je zei, in het begin ging ik zo, zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk door. Ik voelde dat het zwaarder werd. En toen, vanaf wanneer ben je dingen aan gaan passen of wat heb je aangepast? Um, nou, ik ben vooral uh, ook wat krachttraining gaan integreren. Dus in ieder geval probeer ik twee keer in de week uh, naar de sportschool te gaan om, om krachttraining te doen. Uh, met name omdat mij uh, verteld is dat je anabole vermogen omhoog gaat in de zwangerschap. Mm. Dus dat ik daar... Uh, je denkt, uh, ja. daar ga ik even gebruik van maken. Precies, dat is het idee, ja. Slim. ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, en daarnaast uh, nou ja, probeer ik eigenlijk gewoon nog steeds zoveel mogelijk uren te maken. Maar mijn intensiteit is wel, ik doe weinig, doe bijna niks meer echt, uh, op echte intensiteit. Hoewel het volgens mij wel kan. Ik kan volgens mij best wel uh, VO2 max, et cetera, doen. Dus af en toe doe ik wel een prikkeltje. Maar ja, ik merk dus dat ik daar lang van moet herstellen. Oh ja. En tegelijkertijd ja, heb ik dat de komende tijd ook niet erg nodig. Dus. Uh, ja, dus dat, dat, daar ben ik niet erg mee bezig. Nee, je traint rustig door en zoveel als gaat. En weet je nu al, we, we zeiden aan het begin, je bent nu ongeveer halve week in je zwangerschap. Tot wanneer ga je door? Is dat al vastgesteld of weet je dat al? Zolang mijn lichaam het toelaat, maar ik hoop tot de laatste dag van de bevalling eigenlijk. Okay. Uh, ja. Dus nee, ja, dat, dat zou ik het fijnst vinden. En ik heb van andere vrouwen gehoord dat ze dat wel echt konden doen. Ja. Uh, maar ja, ga je dan wel binnen dan op, dan op een fiets zitten, of blijf je ook op de weg gaan? Het liefst buiten. Ik kan niet zo goed tegen binnen fietsen, Maar uh, ja. ja, als het uh, als het niet anders kan, dan maar winnen. Maar ja. uh, nee, dat dat heeft echt niet meer voorkeur. Nee, zeker niet uh, als het mooi weer is buiten. Nee, precies. Ja, en jij, jij bent daar natuurlijk hoogzwanger in de zomer. Dus uh, ja. Precies. Ja, ja, daarom. Ja. Oké, okay, nou spannend, ik wens je veel geluk en gezondheid daarmee. Nog even voor na de zwangerschap. Weet je nu al, of ben je al met je coach of je trainer of je gynaecoloog, ben je met iemand bezig over hoe je gaat opbouwen? Uh, ja, met mijn uh, trainer. Ik heb een Spaanse trainer, uh, Jozef Larassapal. En we hebben echt al een heel plan gemaakt, eigenlijk, voor tijdens de zwangerschap ook. Dat is iets minder specifiek, omdat het dan natuurlijk ook, uh, ja, nu hangt het heel erg van gevoel af. En is het heel moeilijk om in te schatten hoe ik opsta elke dag. Uh, maar heb ik gewoon. Uh, Zeg maar rode draad als training. En daarna hebben we echt al... Uh, ja, eigenlijk week voor week, maand per maand... Wel uitgeschreven wat, wat de focuspunten gaan zijn. En uh, ja, hoe, hoe, dat, uh, hoe dat er in een ideaal scenario uit gaat zien. Maar ja, dat ideale scenario, uh, ik heb geleerd met kinderen, moet je heel flexibel zijn. Dus, uh, ja, ik, ik ga dat je dat niet uh, bij de hand zitten doen als uh, vader nee. van een dochter van twaalf. Maar ik denk ergens wel, nou, we shall see. Maar dat, dat ja, heb precies. je dus uh, zelf ook al en, wel in je visualisaties ja, ja, en scenario's meegenomen. Ja, zeker. Alleen, uh, ik denk dat het heel fijn, voor, mij, voor mezelf eigenlijk is het gewoon heel prettig om, om zo'n plan klaar te hebben. Ja. Liggen. Um, ja van dit is mijn plan en zo ga ik helemaal naar de Olympische Spelen toewerken um, en zo zie ik dat als ideaal plaatje voor me en natuurlijk gaat daar her en der wat in, uh, in veranderen sowieso maar dan heb ik die leidraad en dan uh, ja dat, dat is voor mij gewoon een heel prettig idee om, om zo'n duidelijk doel te hebben en daar echt, echt uh, ja, stapsgewijs naartoe te werken ja dat lijkt me ook ja. dat je dat je meteen weet waarom je eventueel doorzet of doorbijt hè? dat er um... En het is ja. best, best wel krap natuurlijk. Ja, het is tien maanden. Ik dacht ook, nou, dat houdt niet over. Maar uh, mijn sportarts die zei meteen, joh, tijd zat. <laughs> en, uh, ja, ho -ho. Een, is, uh, Nou ja, ja, Ik zal er niet tegen in. Het is tien maanden vanaf dat je uitgerekend bent. Maar dan moet je natuurlijk ook nog even van zo'n zwangerschap bijkomen. Maar inderdaad, ja. Ja, het uh, moet, nee, moet vast lukken. Maar... Ja, nee. Euh, ik, ben, ik ben zelf ook heel benieuwd. Maar hij heeft in ieder geval al heel veel ervaring met zwangere vrouwen. En ah, uh, hij zei dat, is dat, fijn. Dat, uh, ja, dat, dat je zo snel wel weer terug op niveau bent. En ook omdat ik natuurlijk wel al een jaar of uh, 20, 25 uh, ja. duur training in mijn lichaam heb. Dat is een goede uh, basis waar je terug kan vinden. Ja, dus, dus dat scheelt wel. Uh, maar natuurlijk uh, zal het allemaal niet zomaar gaan. En zal ik die tijd echt nodig hebben. Maar. Ja. Uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat het fysieke punt, uh, dat ik me daar nog niet eens zo heel veel zorgen over maak. Omdat ik me deze hele zwangerschap nog wel fit voel. Um, dus, dus daar heb ik eigenlijk wel vertrouwen in. Maar ja, ik denk dat vooral alles eromheen dat mijn hele leven brandt. Tuurlijk. Het schijnt. Uh, het schijnt. Ja, het schijnt, hè? Ja, dus, uh, dus ik denk dat dat nog meer dat dat vooral de grootste uitdaging wordt. En uh, nou, ik heb Benjamin uh, aan, mijn, aan mijn zijde en dat, uh, ja. dat is super fijn. Die staat er 100% achter, dus, dus uh, dat, dat kan ook alleen, ja, we kunnen het ook alleen maar samen doen. Ja. Maar ja. we hebben er ook allebei heel veel zin in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dan rest ons alleen om jullie heel veel geluk en gezondheid te wensen. En heel veel uh, kracht en wijsheid in het terugtrainen. En heel veel dank voor je openhartigheid hier in de podcast. Ja. Dank voor je delen van jouw verhaal. Nou, graag gedaan. En uh, nou, succes met de podcast. Ik ga weer, uh, ga weer luisteren, uiteraard. Tja, Jurgen, dat is bijzonder, hè? Ja, is het Om te beginnen, dat is niet niet makkelijk allemaal uh, nee. een luisteraar van de Slimme ja, podcast, ja. maar daar gaat het nu even niet ja. over. Wat zij vertelt uh, is een mooi bruggetje naar de aflevering over menstruatie met Merel Wielink. Ja. Het feit dat ze daar zo openhartig over is, vind ik heel bijzonder. Zeker. En vervolgens ook uh, dat ze nu uh, nog flink aan het sporten is ook. Ja, en een hoop vragen ook uh, voor zichzelf. Er is wel eentje dus die bij alles goed ja, nadenkt. Aan de andere kant, ja, toch wel uh, haar coach volgt. En dan denk ik, ja, waar baseert hij precies al zijn kennis exact. op? En, uh... en uh, Koen, zij wist al dat ja. jij onze gast zou zijn. En ze refereert al een aantal keer, nou, daar moet de gynaecoloog zomaar iets over zeggen. Ja. Dus uh, jij hebt ook meegeluisterd. Wat valt ja. jou op in het verhaal van Ellen, die dus nu op 20 weken halverwege in haar zwangerschap is? Is. Nou ja, het valt me op dat ze in goed gezelschap is. Hè? Want uh, ze is niet de enige zwangere topsporter. Want we hebben ook een uh, Nederlandse zwangere topsporter gehad. Hè? op de Olympische Spelen in 2004. Weet u dat? Oeh. Ankie van Grunsen was dat. Die, die was zwanger ja? tijdens de Olympische Spelen. Ja, ah. en die heeft gewoon een gouden medaille ah. binnengehaald. Dus het kan wel, hè? Ja. zwanger zijn en sporten. Ja. En ik vind het wel leuk om uh, te horen hoe ze de verandering in haar lichaam eh, bemerkt en hoe ze eh, het goed afstemt met iemand die er verstand van heeft. Hè. Want ik denk, de bottomline is, het kan veilig sporten in de zwangerschap, maar hè, er zijn wel een paar dingen waar je goed op moet letten. Ja, nou zullen we er maar gewoon dan lekker induiken in het onderwerp. Uh, praat Niet eens maar. even verder, waar moet je op letten op het moment dat je zwanger bent en wat serieuzer met sport bezig bent? Nou, er zijn een aantal dingen waar je goed op moet letten. is natuurlijk het soort sport wat je gaat doen. Hè? Je hebt natuurlijk een hele kostbare lading in je buik. En je wil niet dat daar een hockeybal of een, of een baseballbed op komt. Of dat je van je fiets valt. Dus je moet vooral proberen sporten te kiezen met lage impact. Hè? Dus niet gaan boksen en kickboksen. Dat soort dingen. Hè? Ja. Dus dat is een belangrijke. En in maar dus ook al hoor ik ja. jou zeggen, balsporten mee oppassen. Ja. Ja. ja, maar dat heeft ook een tweede reden. Want daarin heb je heel veel abrupte bewegingen. En tijdens je zwangerschap verandert je lichaam. Je wordt eigenlijk wat, wat losser in je gewrichten. Dat heeft ook wel een functie, want dan wordt je bekken wat wijder en dan kan je kindje er makkelijk uit. Alleen je verliest ook stabiliteit. En dat moeten je spieren allemaal opvangen. En daardoor raak je makkelijker geblesseerd. Overrekking of dat soort dingen. Ik vind dan uh, dat verhaal van Anki helemaal bijzonder. Want ik las dat in ieder geval de sporten die, waarvan gezegd wordt, die maar niet doen. Hockey, inderdaad, zijn. Maar ook paardrijden. Is dat gewoon. wel dressuur, hè? Ja, oké. Okay, maar ja, je zit toch ook niet helemaal stil op zo'n paard. Ik geloof niet dat zij er snel vanaf valt. Maar nee. ja, is dat net het verschil tussen iemand die echt uh, ja, gewend ja. is om, uh, om dat dag in dag uit te doen? Als een, uh, versus iemand die af en toe op een paard zit en er vanaf gegooid kan worden? Ja, zeker. Er wordt in de literatuur ook echt onderscheid gemaakt in de goed bedoelende recreant en de topatleet. Hè? Okay. Er zijn gewoon aparte studies. Uh, ja. Uh, ja. En de maar... belangrijkste reden om bepaalde sporten te vermijden, is dus in ieder geval uh, mogelijk impact op de buik of op het ongeboren kind. Ja. Zijn er nou vanuit fysiologische inspanning ook nog risico's voor de baby? Als je bijvoorbeeld heel uh, intensieve intervaltraining gaat doen of krachttraining? We horen Ellen ook zeggen, nou ik heb wat hormonaal voordeel, lekker krachttraining doen. Ja, we hebben wat piekjes in de training gebouwd. Ja, dat, dat weten we niet zo goed. Hè. Over het algemeen kun je zeggen, als je laag intensief sport tijdens zwangerschap... en je bent dat ook gewend, dat dat weinig risico's voor je kindje oplevert. Sterker nog, en dat zei Ellen ook al, dat bij topsporters het zelfs lijkt... Hè, dat ze hun lichaam gaan aanpassen aan de zwangerschapscondities... en dat ze er zelfs nog wat beter uitkomen... He, dus je ziet een toename van de VO2 max na de zwangerschap bij die elite sporters die gewoon doorgaan met laag intensief trainen. Dus dat, was, uh, dat is leuk, denk ik. Ik hoop dat Ellen, ja. oh, die luistert vast ook nog even terug. Dus Ellen, ja, wij, ja. die kun je in je zak steken. Ja, ja. De, ja, Hoe leg je, wat is de verklaring precies? Is dat inderdaad het hormonale uh, voordeel uh, op de een of andere manier? En, en verklaart dit ook dat, dat Ellen het erover heeft dat dat anabol vermogen, zo noemt ze dat volgens mij. Uh, is toegenomen... of lijkt te zijn toegenomen... waardoor krachttraining beter uh, aanslaat... meer effect heeft? Ja, krachttraining weet ik niet. Het is wel arroopvermogen. Er ja. uh, is een studie die zegt dat dat inderdaad uh, verbetert. Uh, ja, een verklaring is lastig. Hè, dat, uh, onderzoek wordt wel een beetje beperkt... ook doordat je met zwangeren werkt. Dus je mm. gaat niet tegen zwangeren zeggen... joh, jullie gaan lekker 100% trainen. Nee. Jullie niet. <laughs> en dan kijken we wanneer de baby problemen. eruit valt. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Ja, dat, dat verklaart waarschijnlijk ook, want Ella had uh, een afloop. Kunnen we wel even zeggen, nog een klein uh, nabrander. Hè? Ja, per e-mail. <laughs> ze had zelf nog wat vragen. Uh, de heart rate, de hartfrequentie in basis was 20 slagen omhoog. En de heart rate variability. Ja, want ik vroeg haar natuurlijk, meet je het aan je HRV? Ja. Nou, deed je goed, dus het doet het op gevoel. Maar toen later ja. ging ze toch even in de data kijken. En ja, zei, de ja, de HRV is omlaag, ja. dus uh, suggereert stress. Maar de baseline heart rate is al 20 slagen per minuut hoger. En, dat... en ze gaf aan dat ze beter sliep dan ooit, ja. volgens de data. En dat verklaart natuurlijk dat die hartslag hoger is, wat, wat Koen uitlegt. Ja, ineens moet er een extra uh, bloedvolume rondgepompt worden in een heel nieuw netwerk wat uh, gecreëerd wordt. En dat, uh, ja, dat lukt alleen maar door uh, de, de output van het hart omhoog te brengen, onder andere ja. hartslag. Maar jij zegt eigenlijk ook, dus in negen maanden krijg je ook echt een, nou ja noem het een sporthart. Eigenlijk het hart, de hartwand past zich aan aan het feit dat die uh, meer uh, moet rondpompen per minuut. Ja. ja, dat zie je. En zelfs dus eigenlijk, want dan denk ik, ja, maar uh, sporters hebben al een sporthart. Kan dat, uh, uh, ja, zie je ook bij hen nog wel, uh, ja, dat daar toch nog iets kan veranderen, iets kan... Uh, ja, ja, een uh, aanpassing kan plaatsvinden. Mm, ja, dat, dat gaat denk ik echt voor de topatleten uh, ja. denk ik. Hè? Dus de, de, de goed bedoelende recreant in mijn uh, spreekhamer die uh, ja die kan ja. het prima aan. Ja, dat stukje HRV, hè? Dat uh, wij uh, ja, ja ik, dat lijkt mij van wat stress of een eigenlijk een disbalans tussen dat sympathisch en het parasympathisch zenuwstelsel richting uh, uh, sympathisch... ja, dat is ook denk ik nodig... om die hartslag omhoog te brengen bijvoorbeeld. Is dat de meest logische verklaring? Zwangerschap geeft, geeft een disbalans... In, uh, in het autonome zenuwstelsel... of geeft wat stress uh, meer? Oh, wat een goede vraag. Ja, ja. Uh, ja, Jurgen houdt het van lekker technisch onder de motorkap. Ja, dit is een uh, ja. goede doen. Uh, durf ik niet zo te nee. zeggen. Ik denk wel dat je gelijk hebt. Ja, dus een, een disbalans. Hè. Ja. Je ziet het ook toch bij... Mensen die qua sportieve prestaties wat gaan afnemen, dat hun HRV ook wat gaat afnemen. Mm -hmm. Dus ja, je lichaam verandert ook. Hè. Je wordt er niet per se beter door. Je spieren worden slapper, je gewichten worden losser, je, je krijgt een bloedarmoede. Ja. Ja, dan, hey, dus ja. we zijn, hè, want we begonnen vanuit de vraag, kan ik veilig sporten tijdens zwangerschap? We hebben al geleerd, pas op met sporten, impact, vallen, ballen, hè, natuurlijk, bescherm uh, de buik. Tweede wat je zegt, nou, laag intensief lijkt in ieder geval goed te zijn. En we zien verbeter, sowieso gezondheidsverbetering door, op het gebied van de hele zwangerschap. Anecdote over zelfs sporten tijdens zwangerschap. Zijn er nog andere aanwijzingen dat sporten juist zwangere vrouwen extra helpt, Koen? Ja, ja zeker. Nee, het wordt ook echt aangeraden. Hè? Dus uh, uh, blijf sporten of als je zwanger bent, ga sporten. Het is natuurlijk echt het moment. Uh, om als je nooit sport en alleen maar aan het Netflixen bent uh, om tijdens een zwangerschap, hè, een draai in je leven te maken. Van ik ga nu eens beginnen met lopen. Dus we moedigen die vrouwen ook wel aan. Uh, als je zegt lopen, bedoel je dan wandelen of hardlopen ook? Mag ook, ja, mag ook joggen. Ja, ja dan wat langzamer. Rustig, ja. Fietsen, uh, uh, maar ook pilates. Uh, nou, uh, wat, wat vrouwen leuk vinden om te doen. En ja, er zitten meerdere voordelen aan die ook wel een beetje met elkaar te maken hebben. Dus je, je zorgt ervoor dat je fitter bent en je spieren sterker, dus je algehele conditie. Maar je gewicht gaat ook minder hard toenemen, dus minder vet. Nou, minder vet is gewoon gezonder, ah. een lagere kans op suikerziekte. Daardoor een lagere kans op het te groot kind, daardoor een lagere kans op problemen tijdens je bevalling. Dus dat zit allemaal een beetje ah, bij elkaar. Een hele kettingreactie van voordelen. Ja, precies. En het lijkt dus ook wel een wat lager uh, kans op hoge bloeddrukproblemen te zijn. Hè. En dat zit hem dus heel erg weer in de, ja, in de samenwerking tussen de moederkoek en de, uh, 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 en de vrouw. Dus er zijn echt wel zoveel voordelen dat we wel actief adviseren: van nou ga nou rustig door met sporten of pak het rustig op. Zijn die studies inderdaad ook gedaan, gekeken naar de, de prevalentie van, van uh, zwangerschapsvergiftiging? Maar dan denk Prevalentie ik ook, is een moeilijke ja, woord voor hoe, hoe vaak het vaak voorkomt. voorkomt ja. ja, maar dan denk ik ook bijvoorbeeld, ja, uh, de duur misschien van de zwangerschap, of je inderdaad op die uitgerekende tijd uitkomt, misschien de bevalling zelf, keizersnee, ja of nee. Uh, zijn er zijn dat er soort relaties over? te leggen? Ja. Ja, nou, er, zijn, er is geen studie die dat allemaal nee. doet. En, eh, en de grote studies zeggen allemaal: laten we nou met elkaar eens een keertje het eens worden over wat is intensief, wat is niet ja. intensief. En dat is niet zo. Dus het is allemaal een beetje. En de ene studie kijkt naar vroeggeboorte, de andere naar hoge bloeddruk. De andere naar of kindjes hey, iets ernstigs overkomt of omdat ze slecht groeien. En dan zijn er allerlei subgroepen. En dat wordt dan op één grote hoop gegooid. En dat noemen ze dan een, een review of een meta-review, en hmm. dan nog groter. En daar komen dan een beetje algemene conclusies uit, zoals ik ja, zoals ik jullie ja, net vertelde. Maar, maar, maar dus wel met hele positieve effecten. Dus jij zegt ook, ja. we adviseren zelfs, ook als je nog niet actief bent, ga sporten. Maar dat ja. lijkt me ook. Ja, aan de ene kant ontstaat er wellicht een kans in je leven. Zowel mentaal. Hè, dat je, je bezint Oops. op waar ben ik mee bezig. Als op een gegeven moment ga je met verlof. Maar dan ben je al wel weer een stuk verder. Dus dan ontstaat mm -hmm. er misschien tijd. Maar ja, zomaar even beginnen met sporten als je inactief bent. Wil, hebben jullie daar nog? Handreikingen voor of programma's voor? Of hoe, hoe, als jij mensen in je spreekkamer hebt, hoe, hoe help je ze hierbij? Nou, wij uh, hebben niet, zeg maar, als ziekenhuis dat soort dingen ontwikkeld. Dat is wel jammer, want we moeten ons als ziekenhuis veel meer gaan richten op preventie van, ja, van ja. behandelen. Dus het past er helemaal in, dat denk ik met je eens. Maar vooralsnog zullen we het dus echt moeten doen met verwijzen naar nou, jullie bijvoorbeeld. Hè? Ja. Hè? Of naar fysiotherapeuten of andere postkassen. Er uh, um, uh, zijn ook heel veel sportscholen die. Ja, uh, back in shape, mom in balance, allemaal dat soort programma's aanbieden. Ja, om in groepjes zwangere uh, samen te trainen? En bootcampachtige structuren buiten. Dus er is best wel veel. Maar je moet ook een beetje bij je passen. Hè? Dus de ene wil misschien gewoon lekker fietsen en de ander een beetje kracht trainen en de ander weer een beetje lopen. Ja. En, en zijn, kun je dan ook uh, de, ja, de beweegrichtlijnen aanhouden of zijn die liggen die al te hoog, zeg maar, het aantal 150 minuten matig intensief per week. Hè? De, mm -hmm. Plus misschien een, een krachtsessie erbij. Of is, ja. zijn er aparte richtlijnen, echt beweegrichtlijnen voor uh, zwangers die zwanger zijn? Ja, ja oh, ik heb het niet vergeleken. Wat goed. Ja, um, nee, er zijn wel richtlijnen voor zwangeren. Uh, die die pikken we een beetje van de, van de Amerikaanse richtlijnen. En daarin wordt vier tot vijf keer per week 30 minuten met vijf minuten warm-up en uh, vijf minuten cool-down geadviseerd laag intensief. Mm -hmm. uh, en dan zijn er ook verschillende sporten bij die je zou kunnen doen en wat je moet vermijden. Ja. Vermijden zit hem dus met name in, in de wat we net genoemd hebben, en die 90%, hè, daar is gewoon echt te weinig onderzoek uh, naar gedaan. En 90% dan, bedoel je 90% intensiteit, dus bij, ja. bijna op je maximale van je kunnen. Precies, ja, en dan is de vraag: ja, kan je lichaam dat aan hè, met, zijn, met zijn bloedhermoede en zijn, en zijn rekbaarheid in de gewrichten? Ja. Kan je zwangerschap dat aan? Want dan gaat er heel veel bloed naar de spieren, krijgt die zwangerschap nog wel voldoende. En Verhoog je koortemperatuur niet te veel, waardoor en dat is met name geassocieerd met aangeboren afwijkingen, heel vroeg in de zwangerschap. Oké, okay, dat jij in de warmte of te intensief gaat waarbij je kerntemperatuur echt stijgt. Ja, en dat is kennen. toch ook in die botjes bij de sauna en de bubbelbad staat toch ook dat zwangere vrouwen ja. daar niet in mogen. Toch? Is dat, is dat vanwege het risico op verhoogde koortemperatuur? Uh, ja, uh, nou dit, de, het is belangrijk dat je vooral in de embryo fase, dus als, je, als het kindje nog echt uh, uh, aan het ontwikkelen is, de organogenese, dat hij alle orgaans aanlegt, dan is hij echt mega kwetsbaar. Ja. En dan moet je je omgeving gewoon heel relaxed houden. En dan zijn de aanwijzingen, als je je koortemperatuur echt heel hoog maakt, dat er dan een iets hoger risico is op aangeboren afwijken. Maar de meeste sporters halen nee. dat niet. Alleen bij 90% weet je het niet helemaal zeker. Nee. Dus dan zeggen we: ja, doe maar niet. Dus dat is uh, in, de, in de eerste fase. Ja, ik heb jou uh, kort gesproken, toen had je het over trimesters. Het is dus die eerste drie maanden van de zwangerschap, in feite, denk ik dan, of niet? Nee, korter zelfs nog. Want de, oh, okay. de embryonale fase is ongeveer tot tien weken. En de organogenese, dus de aanleg van de organen, ongeveer tot acht weken, denken okay. we. Dus je zou eigenlijk tussen vier en acht weken moet benen, je echt ja. opletten letten met, met het verhogen van je temperatuur, maar dan hoor ik je ook zeggen met het flink verhogen van je temperatuur, uh, dat kan dus door heel intensief te sporten, echte harde intervallen of harde sessies. Uh, zijn er ook nog andere omgevingen waar je mee op moet proberen te letten in die tijd? Nou ja, dus hot yoga bijvoorbeeld is oh, yes. iets wat we dan afraden. Ja. Hè? En ik denk dat sauna bezoek afraden doen we om die reden in de, heel vroeg. Maar ook later hoor. De, de, de meeste gezonde zwangeren, zeker als ze sportief zijn, hebben ze een lage bloeddruk. Ja. Het lichaam past zich aan, waardoor de bloeddruk nog meer daalt. Dat heet ook wel de mid-pregnancy drop. Dus midden in de zwangerschap daalt je bloeddruk. En als je dan ook nog in de sauna gaat en je bloedvaten gaan wagen wij het open. Ja, dan, dan kukel je gewoon om. Ja. En, en dan eh, heb ik er nog wel één. Nou ja, voordat uh, we doorgaan, ik wil toch even een paar mensen, want ik hoor nog iets in jouw zin, Koen. En dat mm -hmm. is dat je ook zegt, en vanuit de wetenschap denk ik, oh, dat is belangrijk om een streep onder te zetten. Kleine risico's, want ik kan me voorstellen, stel ja. je zit nu deze podcast te luisteren. En je denkt, huh, ik ben op twintig weken, zoals in Ellen van Dijk. En je denkt, oh, maar ik heb gewoon in die tien, bij tien weken helemaal niet zo rustig gaan. Of wel een intervaltraining gedaan. Het is dus niet meteen mis, hè? Nee, de kans dat je je koortemperatuur zo verschrikkelijk hoog krijgt, dat het schade heeft voor je, is best wel klein. Is klein, maar En misschien, is misschien lukt het je het niet eens, alleen dat weten we dus niet. Nee, exact, exact. Ja. Ik dacht nog even, een hoogtestage lijkt me dan ook niet verstandig. Met het feit dat je al een beetje anemie, of in ieder geval minder rode bloedcellen hebt. Het, uh, nou, okay, het past ja. ook in... Uh, ja, in het staat vrouw. ook in die richtlijn, ja. Ja. Ja, okay. ja, dus ik heb een beeld wat we doen uh, als we zwanger zijn, uh, maar ja. Op een gegeven moment wordt het fysiek ook uiteraard steeds ongemakkelijker. Kan ik me voorstellen. Geen eigen ervaring, maar ik heb het ook hier thuis wel gezien. Die buik wordt groter, groter, zwaarder, zwaarder. Tot wanneer mag of kan je doorsporten, Koen? Ja, je mag op zich gewoon doorsporten zolang je je goed voelt. Er zijn een aantal red flags, zeg maar, die we zwangeren meegeven om op te letten. En dat is met name als ze harde buiken krijgen. Dus dat de baarmoeder gaat aanspannen als je dat meer gaat doen. He, meestal is dat onschuldig, maar soms kan dat ook leiden tot rijping van je baarmoedermond en dat kan weer een rol spelen in de vroegere bevalling nou die kans is erg klein bij laag intensief sporten maar je weet het natuurlijk niet per individu nee. dus als je dat bij jezelf merkt, zeg maar nou, kampjes aan hetzelfde geldt voor bloedverlies uh, hetzelfde geldt als je er hoofdpijn van krijgt, dus als je heel erg uitgeput raakt hè, dat zijn dingen van bloedarmoede ook vrouwen met een zwangerschapsvergiftiging of een tweelingzwangerschap zeg maar, nou, doe maar rustiger aan ja. maar anders kun je gewoon doorgaan dus doorgaan zolang als het voor jouzelf goed en prettig voelt, zeg je. Ja, en je die klachten niet hebt en er wordt ook wel eens gerefereerd aan de talktest test zeg maar. Dus als jij nog gewoon kan praten tijdens je inspanning, dan is het uh, laag uh, intensief. Eigenlijk. Ja, Jurgen ja, zit al uh, te, te juichen. juichen op de bank, dat ja, uh, is mijn de... favoriete test eigenlijk. Ja, sporter gevoel. Ja, sporten opgevoel, ah, ja. Uh, als je nog kan praten. Ik zit, ja. uh, koen. Er zijn natuurlijk uh, misselijkheid is, uh, en, en vermoeidheid. Dat zijn natuurlijk twee uh, aspecten die, uh, die vaak genoemd worden tijdens een zwangerschap. En daarbij, ja, ja gekomen of daar. Aan gerelateerd natuurlijk de enorme energiebehoefte van een zwangerschap. Ik, ik vind het nog altijd fascinerend, volgens mij hebben ze eens gekeken hoe dat zit. Allerlei sporten op een rij gezet, plus zwangerschap van het ene ja energieverbruik. Ja. En waar bijvoorbeeld een Tour de France drie weken lang je zit op zes keer of vijf keer, zes keer je bazaal metabolisme. Is een zwangerschap eigenlijk die hele periode twee keer je bazaal metabolisme? Daarmee eigenlijk aangeven, ja, dit is. Eigenlijk nog veel inspannender op de lange termijn dan een, Ik ga een toch toer. even dit in de keukentafeltaal vertalen. Als een zwangere vrouw nu luistert en zegt, ik heb toch zulke snaaiaanvallen. Dat ja, klopt dus, want ja. je verbruikt twee keer zoveel energie. Maar dan ga je dan nog normaal. bij sporten. Ja. En aan de andere kant ben je nog vermoeid en ben misselijk. Ja, liggen lig daar nog uh, risico's, gevaren op de loer? Uh, in de energiebalans. Ja, ja, dat je het gewoon ja. te weinig binnenkrijgt. Uh, is, daar, is daar iets bekend ja. over? Ja, 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 zeker. Er zijn studies gedaan. Want dan denk je, als er dan te weinig voeding overblijft, hè, dan, dan komt er dus ook te weinig voeding bij mijn kind. En ja, mm -hmm. dan groeit hij misschien minder goed. Nou, dat lijkt dus niet uh, zo uh, te zijn. Hè. Je kind krijgt best wel een hoge prioriteiten in je lichaam. Dus je moet wel echt serieus je best doen, een beetje hongerwinterachtige condities. Ja, okay. ja. Wil je, je lichaam zeggen, oké, okay, dat kind krijgt nu ook te weinig. Ja. En er zijn Wat ook een mooie gedachte, toch? Dat is een mooi ja. Beeld dat het lijf dat doet. <laughs> Absoluut, er is echt goed over nagedacht. En er zijn ook wel studies hoor dat ze bij topsporters hebben gekeken die ook best wel intensief sporten. En gekeken hebben, zie je me nou groeirestrictie, dus de kleine kindjes. Nou, ze waren wel iets lichter, maar ze hadden ook, en dat is wel opvallend, een ander vetverdeling. Dus het zat er met name in hun vet aanmaak, zeg maar. Oh ja. Dus die kindjes leggen ook wat minder vet aan dan. Ja. Ja, het zat niet in de, in de orde van 60 gram, 50 gram. Dus dat zijn niet dingen hè, bij kinderen van 3,5 kilo waar we ons zorgen over maken. Ja. Je ziet wel een beetje een effect. Ja. Je noemt de hongerwinter. Uh, daar zijn ook al stu nee, nee. ja, studies gedaan vanuit dat die kinderen daar dus uh, hun hele leven, of in ieder geval een jeugd, uh, het meenemen dat zij uh, ja, wat zij ervaren de omgeving in, in de baarmoeder. Als je nu kijkt naar uh, de. Uh, de kinderen die geboren worden vanuit moeders die veel gesport hebben of gezond gesport. ja, Zie je daar ook dat zij uh, zich uh, beter ontwikkelen? Nou ja, dan, zijn, er, uh, zijn er effecten van sportende moeders op het kind? Ja. Weten we daar iets over? Uh, oh, dat is ook een hele leuke vraag zeg. Nou, hè, dus omdat de moeder zo fit is, ja. hè, worden de omstandigheden voor de baby wel beter. Want als de moeder ziek wordt, worden wij wel eens genoodzaakt om een mm. kindje de eerder uit te halen, al dan niet met een keizersnede... wat dan ook weer langetermijn effecten heeft. Dus ik denk wel, hè, een beetje als co-founding... dus via-via dat het wel gezondheidswinsten oplevert. En we weten al lang inderdaad dat in de baarmoeder opgroeien... daar begint het gezonde leven. Hè. Dus je zult die omstandigheden daar heel goed moeten maken. En dat zag je inderdaad, wat jij net nou noemde van de hongerwinter. Dat is de barkenhypothese. Die kinderen zijn dus onder zulke stress opgegroeid in de buik... Dat ze eigenlijk een soort hun genen zo hebben aangezet dat ze in hun verdere leven gewoon heel erg het eten gaan vasthouden, om het maar simpel te zeggen. Dus een hoog risico hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk, overgewicht. Ja, dus je zou het omgekeerde effect ook wel verwachten. Ja. Ja. Kortom, maar weer, weer, weer een pleidooi ja. voor moeders om Zeker. in beweging te komen en een gezonde leefstijl aan te meten. En als ze dat nog niet hadden voor de zwangerschap, in ieder geval tijdens de zwangerschap. Um, zijn we dan al qua tips en vragen er doorheen. In en tijdens de zwangerschap kunnen we langzaamaan, want daar begon Koen eigenlijk mee. De, de meeste vraag die ik krijg: Wanneer mag ik weer sporten? Wil jij nog iets uh, voor de geboorte? Uh... Nee, Ik zat nog even bij Ellen te zeggen, kijken of zij nog wat noemde. Ellen had het nog Veel over. Veel slapen, hè? Die ja, 100% precies. slaap. Uh, ja, dat gaat natuurlijk via haar woep. Dus de vraag is. Dat of, meet zij, ja. ja of ja. dat uh, inderdaad. Laten we maar eens Zo even klopt, naar, maar, uh, uh, de, de bevalling is uh, al dan niet, uh, uh, nee, nee, het kind is gezond ter wereld gekomen en de moeder denkt, goh, ik wil weer, in bewe ik wil, in dit geval zeker in het kader van topsporters of fanatieke sporters, ik wil weer gaan trainen. Koen, ja. wanneer mag dat? <laughs> ja, ja, ik wou <laughs> dat ik echt uh, gewoon hier een antwoord klaar, ik heb uh, wel goed mijn best gedaan om daar één antwoord op te vinden, maar dat, uh, dat kan helaas niet. Me, waar, uh, waar hangt het, het allemaal namelijk... vanaf? Ja, er zijn zoveel factoren die een rol spelen in je herstel na een bevalling. He, allereerst ben je vaginaal bevallen, wat over het algemeen een wat sneller herstel heeft dan na een keizersnede, een grote buikoperatie. Ja, al is het maar gewoon door, door de wond, heb ik altijd begrepen, he, van de keizersnede die, uh, die je eerst nog eens moet genezen. Ja, precies. Ja, ja we laten de spieren intact bij een keizersnede, dus uh, daar, daar hoef je niet van te herstellen. Maar het is inderdaad een grote wond. Nou, dan speelt het natuurlijk ook mee dat je borstvoeding moet gaan geven. Dat doen heel veel vrouwen. He, en die, uh, dat kost veel energie. Uh, sommige zwangerschappen verlopen gecompliceerd met suikerziekte of een hoge bloeddruk waarvan je moet herstellen. Sommige vrouwen hebben veel pijn of problemen met hun bekkenbodem. He, dus wat we wel adviseren is echt heel goed luisteren naar je eigen gevoel. De talktest uh, voor het uh, weer opstarten met, uh, met sporten. En dan de meeste vrouwen kunnen binnen zes weken na een vaginale bevalling zitten ze wel weer redelijk op hun niveau... En bij keissnede is het. Echt oh, 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 stop. Oh, na zes weken op niveau. Dat lijkt, klinkt als iets anders dan na zes weken beginnen. En alle, mits en maar, context die je schetst. Hè. Dus tuurlijk, je moet, je, je, je moet eerst bijkomen. Ik weet niet of dat het goede woord is. Misschien moeten ja. we wel herstellen zeggen... van de bevalling zelf. Ja. Maar zit er in die zin nog een soort grijze tussenfase? Dat je zegt, oeh, nou, ik heb wel het idee dat ik het fysiek aan zou kunnen, of mentaal wil ik het weer. Ja. maar misschien moet je toch nog wat rustiger aan doen. Wanneer is dat moment dat je weer kan beginnen? Ja, mentaal is nooit het probleem bij kraamvrouwen. Die moest je eerder uh, gewoon terugfluiten met ja? alles wat ze doen, dan te ja. zeggen van ga maar bewegen. Die zijn alleen maar aan het bewegen. Ja. ja. Uh, ja, ik denk die zes weken, misschien druk ik me niet goed uit, maar die zes weken is echt een beetje weer om te komen op het niveau dat je zegt, oké, okay, ik kan nu gewoon weer rustig uh, gaan beginnen. Precies, met ja, ja. Het, niet en terug en... op niveau, maar op een niveau om een lijf te hebben waarmee je kan gaan sporten. Ja, dat bedoelde ik. Ja, ja. oké, okay. nee, dan begrijp ik je nu goed. Ja. Want dat is vaak wel uh, wat je nog leest hè? op internet, dat zes weken wordt een beetje ja, is dat aangehouden. De ja, ik heb dat toch maar eens even nog. Een ja, uh, ja. oké, okay, dus daar zit uh, wel zeker wat in. Maar, um... En dan, wat is uh, bijvoorbeeld, ja, laten we niet te veel ophangen aan Ellen van Dijk, want dat is en een specifieke casus en ja. een topsporter. Maar ja. wat is een beetje dan de prognose voor die recreatieve triatleten of hardlopen? Wanneer is die dan wel weer een beetje op niveau? Wat kan zij verwachten? Ja, je kunt daar dus niet echt een, uh, uh, één antwoord op geven, omdat het zo afhangt van hoe het allemaal met je is geweest. Hè? Zwangerschap is echt een stresstest voor je lichaam. Ja. Dus als je daar goed door komt, heb je een compliment te pakken. Je hebt een goed lichaam. Maar als je daar toch voor zakt, om het zo maar te zeggen, hoge bloeddruk, dan betekent dat ook iets voor de rest van je leven. Dat je later ook een hoge bloeddruk krijgt, of suikerziekte of leverprobleem. Dus dat zijn allemaal dingen die je mee gaat nemen, denk ik, als. als, als Sportbegeleider uh, in de trainingsopbouw van iemand die weer terug wil op zijn uh, oude niveau. Ja. En wat wil je? Hè? Waar wil je terechtkomen? Wil je meedoen? Wil je echt sporten of wil je echt presteren? Ja, nou ja, maar laat ik proberen het concreet te maken. Ik leer ja. altijd, als je snel uh, beter wil worden, snel sneller wil worden, moet je interval trainen en hoog intensief. Gelijk ja. na zes weken mee beginnen of zit hier ook weer ja. iets in van. Nou ga eerst eens twee tot vier weken rustige duur en wat. wat, 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 wat en als je zegt, daar is niks algemeens over te zeggen, ja. accepteer ik het ook al. Maar ik vraag ja. het toch nog even een keer. Nou, in al die, er worden wel voorzichtige voorzetjes gedaan. Hè? En wat jij nu schetst, dat zou ik dan ook weer niet uh, aanraden. Want als, het toch, als jij toch in die groep zit die wat langer doet over het herstel, dan ben je gelijk geblesseerd. En dan zit je weer een maand of langer uh, te wachten. Maar ja, er valt niet iets, echt iets algemeens over te zeggen. Wat bijvoorbeeld ook een van de argumenten was die ik terugvond in de literatuur. Is dat de samenstelling van de borstvoeding die verandert als je intensief sport? Er komt namelijk lactaat in. Dan smaakt het niet meer lekker voor die kinderen. En dat is voor sommige vrouwen ook weer een reden om te zeggen: ja, dan ga ik toch maar wat minder intensief sporten. Dus, dus zo zijn er heel veel dingen die opeens dan belangrijker zijn, misschien dan, dan weer terugkeren op je. Triathlon niveau. Ah, dat vind ik wel heel interessant. Dus de lactaat vind je terug in die moedermelk. Uh, ja. ja. en, en ik zit toch ook even functioneel. Want zo'n zuigeling kan helemaal niet praten. Dus hoe weet je nou dat ja. ze dat niet lekker vinden? Wijzen ze het dan af? Eten ze ja. minder goed? Uh, minder ja, dan drinken ze minder. Ja. Ja. Iets dus dan anders dan in die melk de voeding uh, voor de training. Ja. Ja. zit natuurlijk calcium. En wij hebben ook een aflevering gehad over uh, broze botten. Ja. Is dat uh, nog, want uh, ja, is er inderdaad een verhoogd risico op brozere botten? En dan denk ik ook meteen terug aan, aan de, natuurlijk die ligamenten en pezen, die al, allemaal wat rekbaarder zijn geworden, op blessures in, uh, in die context. Is daar iets over bekend? Of uh, zie jij daar uh, een, uh, nou, een extra risico voor? Uh, nou, het zijn over het algemeen natuurlijk jonge, fitte vrouwen. Hoor. Dus die, uh, die hebben, hebben gewoon stevige. Moeders, botten. in het algemeenheid ja. jonge moeders, ja. Die zijn per definitie natuurlijk jong. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus, uh, ja. dus die hebben over het algemeen wel een goede basis. Dus, dus zelfs als dat een beetje terugzakt, hè, je zit ook in, na je, in je kraamtijd, zit je ook hormonaal wat anders. Hè, uh, Waardoor de bot aanmaken wat minder wordt. Maar we adviseren ze ook om extra voeding te nemen. Hè? Zeker als ze borstvoeding eh, geven. Dus daarmee hoop je dat op te vangen. Dus ik zie niet direct uh, meer breuken. Of, nee. uh, uh, maar goed, ja, dat, dat, die komen denk ik ook niet zo snel met mij. Die komen uh, dat niet meer terug. Met een baby die. en een gebroken pols of zo. Dat ja. 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 Oké, okay, helder. Oké, okay, dus het begint een best wel compleet plaatje te worden. Sporten moet je doen. Ja. Als je zwanger bent, pas op met impact, pas op met hitte. Zeker in die periode tussen 8 en 12 weken pak ik hem dan maar even, hè, in, die, in, die, in die prille fase. 4 tot 8. 4 tot 8 zelfs. Oh, nog iets. Ja, ja precies. Dus ja. Dat, uh, dat fragment. Dan na de bevalling zeg je eerst even focus op herstel en bijkomen van de bevalling. Dat is toch zeker een week of zes. Moet je niet aan sporten denken. Dan beginnen we rustig opbouwen en heel goed luisteren naar je lijf. Is dat een beetje de samenvatting? Ja, en je mag ook binnen zes weken. En dan hebben we het nu over vrouwen... bij wie niks aan de hand is. Ja. Zonder vrouwen, zonder complicaties... Ja. zonder verhoogd risico, ook voor de zwangerschap. Ja. Je mag best aan sport denken... en mag je mag best een beetje wandelen. En, uh, nee, oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, heel en, goed, ik denk ik ja. zet hem even hard neer... Ja. en dan kunnen jullie de nuance Maar dan, dan kijk ik nog steeds naar het, het... volledig ontzwangeren, zoals dat wel eens wordt genoemd. Volledig herstel. Hmm. Dan praat je over... nou ja, ik kwam iets zeggen van zes maanden misschien wel. Vier tot zes maanden. Is dat inderdaad... Moet je zo lang rekenen voordat je dan weer op jouw nou ja, oude niveau bent als, als sporter? Qua um... sportprestaties, ja. Uh, ja, dat klinkt wel als een reëel uh, okay. realistisch uh, doel. Hè? Uh, je, je, je hart moet weer uh, veranderen, je bloedvolume neemt weer af, hè? je vaatwisseling verandert weer, je spieren worden weer sterker. En dat gaat bij de een wat sneller dan de ander, maar drie tot zes maanden vind ik heel uh, realistisch. Heel, ja. Ja. Dat is ook terug hoor, ja. En dan hangt het ook nog wel erg van. Dus, en dan zeg je nog steeds, dat zijn degenen die een, een goede, eigenlijk normale... Ja, dus zonder afwijking ja, in, in het ja. proces. Hè? En daar, daar kunnen we natuurlijk helemaal geen algemene uitspraak over doen. Ja. Koen, zijn we dan nog belangrijke tips of aanwijzingen of handvatten uh, vergeten? Missen we nog iets? Nee, ik denk de belangrijke toevoeging is dat dit geldt voor de gezonde zwangeren. Ja, dus dat jij ja. een uh, hoger risico hebt op vroege geboorte, miskramen... Dan moet je echt even afstemmen met je sportbegeleider en met een gynaecoloog, Daar ben ik altijd toe bereid. Hè, voor een aangepast programma. En dan gaan we wel iets lager zitten qua intensiteit en frequentie. Ja. ja. Wil ik toch eens weten? Want er zijn. Uh, oh, ik zie die je studies, daar je. er zit nog iets. Die studies ja. zul je ook wel kennen. Ze hebben, nou ja, dat is eigenlijk een kwestie van turven van uh, PR's bijvoorbeeld. Van uh, in ieder geval een groep, ja, ja. groep marathonloopsters uh, en lange afstandslopers voor en na de zwangerschap. En oh. dan kwam toch een significant uh, voordeel van een, het hebben van een zwangerschap naar voren. Dat uh, zij uh, dus eigenlijk uh, beter, sneller liepen na. Moeders zijn betere sporters ja. dan vrouwen die nog geen moeder zijn. Vanuit die, oh. die, die studies die gedaan zijn. Um, ga ik denk, zit er dan nog een meerwaarde van. Uh, ja, nou ja, goed, neem, neem je inderdaad iets mee vanuit de zwangerschap en de, de bevalling zelf. Misschien uh, ja, kom, kom je natuurlijk misschien met de, ja, de, de, de oerkracht, de, de pijnen. Ja. Die uh, eventueel je daar. Ja, in uh, de aflevering met Marcia Jansen, die we maakten over sportende moeders, werd dat gesuggereerd? Ja. He, dat er mentaal ja. ben je zo diep gegaan, dat je ja. bij een beetje sportwedstrijd, denk je nou. Hoe, hoe kijk jij daar naar? Uh, hoe kijk jij dan naar? Ja, ik heb die aflevering geluisterd. Ja, en ik was het daar helemaal mee eens. Het is uh, bevallen is echt een, uh, echt een prestatie. Dat is echt een triathlon. Dus daar veel uh, respect voor. Dus ik denk wel dat als je dat doorkomt en je doet dat goed, dat dat ook iets met je doet qua mentaal. En dat dat je gaat helpen. En dan los nog van de hey, marathonlopen, lopen, zijn natuurlijk gewoon sportieve mensen. Die zullen tijdens hun zwangerschap ook wel doorgaan zijn en daarvan weten we laag intensief, verbetert gewoon je aerobe vermogen daarna. Ja. Ja. Dus die hebben ook die winst nog eens erbij gepakt, zowel mentaal als uh, fysiek. Ja. Maar nee, om hier nou nee. als tip in de podcast: hé hey, sportende vrouw, ja. wil je beter presteren ja. of slimmer presteren, ja. word maar zwanger? Je gaat wat ver, hè? Ja, ga, wat blij met wel, ja. 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 Maar goed, het is wel een hoopvolle gedachte, bijvoorbeeld ook voor Ellen als ze nog luistert: ja. dat er dus uh, ook wel wetenschappelijk gezien nog een mooie upswing aan zou kunnen komen. Ja, ja absoluut. Cool. Um, Koen, ik vraag nog één keer. Missen we nog iets? Zijn we compleet? Ik vind het behoorlijk compleet. Jawel, hè? Denk uh, ik denk ja, het ook. Ja. Um, leuk dat je dit met ons wilde delen. Nogmaals dank aan Ellen ook met, uh, met haar verhaal in deze aflevering. Uh, blijf nog even luisteren, zeg ik tegen de luisteraar, tot het eind. Want er zit nog een mooie tip om slimmer te presteren op je werk. Maar we moeten ook even wat administratie doen uh, samen. Uh, Koen, jij bent zelf een fanatieke duursporter, begreep ik al. Uh, ja. Waar ben je naartoe aan het trainen op dit moment? Uh, Naar nou, een triathlon. Uh, een, een hele triathlon. Ja, precies. Daar moet je er dan wel bij zeggen. Even. Ja. <laughs> ja. En toch ook ja. voor mensen die niet zo thuis zijn, dat ze dus 3,8 kilometer zwemmen, 180 of 190 kilometer fietsen en dan ja, nog ja. een kleine marathon van 42 is kilometer. Is dat lopen. Vergel vergelijkbaar met een, uh, een drieling uh, ter wereld brengen, denk je? <laughs> <laughs> ja, dat, weet ik, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Ik denk <laughs> dat dat misschien nog wel zwaarder is. Okay, <laughs> Wat drijft jou om uh, zo'n grote uitdaging aan te gaan? Uh, uh, ook oh, dat is een hele goede vraag die ik ja, niet Waarom Koen? Uh, waarom doe je dit? <laughs> Volgens mij ben je al uh, druk genoeg en zo hè, met zo'n baan. Uh, maar. Ja, nou, het is wel mijn manier van ontspannen, zeg maar. Dus, uh, en, uh, dus ik train heel erg graag. Ik zie jou ook veel, uh, Gerrit, op uh, Strava. En jij niet ook van je trainingen. Zeker. Dat doe ik dus ook. Ik vind het lekker anderhalf uur of langer uh, trainen. Dus ik word er een blijer mens van. Ja. En het is best een stressvolle baan, dus uh, met, uh, nou, uh, met acute momenten en ook verdriet. Dus dit helpt me ook wel om, uh, om daar goed mee, uh, mee op te gaan. Ja, uh, ja vind ik vind het wel heel leuk. leuk. Ja, ik hou van variatie, ook in mijn werk, maar ook in de sport. Ja, mooi. Lekker bruggetje, want dan ga ik even vertellen: wij zien elkaar op Strava, omdat jij ook lid bent van de Slimmer Presteren Strava Club. En dan kun je alleen maar worden als je vriend bent van de show. En dan ben jij, Koen. Ja. Maar dat zijn uh, ook een aantal andere mensen. Even een leuke shout-out naar uh, Maarten en uh, Daly. En Jochem Uit De Hagen. Hey, ah. dat is een bekende naam, hè? Ja, zeker. De ex-topschaatser en auteur van een uh, heel leuk uh, boek heeft hij uitgenomen, uitgebracht. Gaan we vooral checken. Marcel Teunissen, Erik Jan, Ron Damstra, Jos en ook Gerda Top. Besloten om te surfen naar vriend van de show/slash podcast En zich daar aan te melden als vriend of vriendin van de show voor slechts een donatie van één kop koffie in de maand. En als je dat gelijk voor het hele jaar doet, dan uh, krijg je een maand gratis en betalen wij maar één keer transactiekosten. Um, dan krijg je dus ook toegang tot uh, de Slim Investeren Strava Club. En 25% korting op alle items in onze webshop. Een, uh, een leuke mok of een shirt of een buff. Maar ja Koen, een andere manier om aan zo'n shirt te komen is uh, special guest zijn in de Slim Besteren podcast. Oh. Dus uh, hij komt jouw kant op hoor. Binnenkort oh, te zien op uh, de fiets en op uh, de hardloopvelden. Het Slim Investeren uh, sportshirt. Bij Koen Koendeur. Op mijn Strava, dus ja, precies. En op jouw Strava, ja, uiteraard leuk. Um, ik kan me voorstellen dat mensen wellicht nog uh, vragen hebben, aanvullingen, uh, dingen hebben gehoord die ze niet helemaal begrijpen. Koen, als ik ze zo uitleg hoe ze die vragen en opmerkingen bij ons kunnen krijgen. Ben jij bereid om eventueel uh, nog wat dingen te beantwoorden? Zeker weten. Ja, doe ik graag. Ja, top. Dan uh, ga ik uitleggen hoe dat werkt. Het kan op een aantal manieren. Uh, social media zijn wij de slimmer podcast. Op Instagram. Ook nog steeds op Twitter en vooral ook tegenwoordig op LinkedIn. Ga ons daar vooral volgen. Uh, zorg uh, dat je iedere vrijdag ziet waar de aflevering van die week over gaat. En stuur die eventueel door naar anderen. Of stuur ons via DM. Net zoals Koen Deurlo deed. is een suggestie voor een leuk uh, onderwerp voor een toekomstige aflevering. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere, pagina zijn eigen van iedere aflevering de eigen pagina. Die kan je dan makkelijk even uh, de link van kopiëren en door whatsappen. Bijvoorbeeld naar een vriendin van je die zwanger is en uh, waar we denken: hé, hey, dit moet je even luisteren, dat is handig. Of je kan ons ook mailen via post slimmerpodcast.nl. Mooi. Um, 9 juni is het vandaag, Koen. Mooie training op het programma staan voor het weekend? Ja, dan is meteen nog even fietsen, denk ik. Lekker ontspannen. Even. Dat is als je voor een hele triathlon traint... een uur of drie, denk ik, of niet? Ja, 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 ja precies. Ja. Even fietsen. Ja, ja. Wij, gaan zo, uh, wij gaan zo naar Band in Flevoland... voor de Kika 24 Run. De Pilot Edition. Gaan we met ons slimme, besterende team... Leuk uh, meedoen. 2 uur. 24, zei je? Ja, het is de, de piloteneditie, oftewel de oh, proefeditie. Okay. Gelukkig. We gaan 2 uur en 40 minuten. moeten iemand van ons team op het parcoursje van 3 uh, kilometer aan het lopen zijn. En daarna hebben we lekker festival, en quiz en feest. Als je nu denkt: hè, maar dat hoor ik nu pas. Nou, stuur ons even razendsnel een berichtje en haak vanavond nog even aan. Um, en verder ga ik zondag uh, lekker weer uh, mijn tweede triathlon doen van het jaar. Ter Heide. Ter Heide. Dus mochten oh. er nog luisteraars Bravo, uh, meedoen hoor. in uh, Ter Heide Zondag. Dan uh, zie ik je graag en uh, spreek me even aan. Lijkt me gezellig. Terug naar Brabant. Ja, gezellig. zeker. Gezellig. Koen, dank voor uh, je kennis, je inzichten en je proactiviteit uh, om dit uh, onderwerp op de kalender te zetten. Ja, dankjewel Koen. Ja, ja, uh, ja, graag gedaan. Ja, succes ook met de voorbereiding. Succes met, uh, op weg naar jouw triathlon Exactement en het uh, op de wereld zetten van al die mooie kinderen waar je ja, bij uh, betrokken ja. bent. Nee. Dankjewel. Uh, ja, het was, uh, bedankt voor de uitnodiging ook. Jazeker. Jurgen, tot, tot volgende, volgende week. week. Iedere week aan het eind van de aflevering delen we nog een tip, uiteraard gebaseerd op wetenschap, om slimmer te presteren op je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie en voedingsleer. Jurgen, welke studie heb je deze week meegenomen? Ik zie een beetje wallen onder je ogen, Gerrit. Heb je slecht geslapen weer? <laughs> Ik slaap matig op nou, dit moment. Veel wat druk. Wat je moet doen, uh, drink je koffie op je werk alleen in de ochtend. Ah, een, een recente... koffie. He? Ik ben dol op koffie. Ja, bent dol op koffie. Ja, dat snap ik. Maar een recente meta-analyse van 24 studies ja. liet zien dat de inname van cafeïne gedurende de dag gepaard gaat met gemiddeld drie kwartier minder slaap. Oh. Maar. Ja. Hier heb je geen last van wanneer je je laatste cafeïneshot meer dan 8,8 uur voor het naar bed gaan neemt. 8,8 uur. Maak Hoe? we even 9 uur van. Hoe laat ga je naar bed? Uh, rond 11. Ja. 11, tussen 11 uur en half 12, dus dat is 23 min 9, 12 uur. Dus geen koffie meer na de lunch, zeg je ja. Ja, zoiets. Ja, reken Drie, ik goed. Nee, 23 ik reken niet goed. min 9 is dus 12, niet 12, 14. Tot 2 14. uur. Tot 2 uur aan koffie. Ja. een hele concrete tip. Ja. en bovendien, cafeïna weten we is het enige echt prestatiebevorderende middel. Maar ja, als je goed wil slapen, na yes. 2 uur geen koffie. Zeker. Mooie tip.